Pro-speler en ik zitten nog steeds vast in de Nether. Ja, Mick, maar we komen er echt wel uit, hoor. Je hoeft je niet druk te maken. Ja, ik weet het. Dat zeg je de hele tijd, maar we hebben niet dat echt... Dat zeg ik ook de hele tijd. Ja. Maar kijk eens even om je heen, joh. We zijn hier net even en we hebben nu al een leuk huisje en het komt wel goed. Ja, precies. We hebben dus in de vorige video ons huisje gebouwd. We hebben expres, zeg maar, ook materiaal gebruikt uit de normale wereld. Net zoals de dirt. Zodat het een beetje lijkt alsof we niet in de Nether vastzitten, maar... Eigenlijk houden we onszelf gewoon voor de gek. We zitten vast in de Nether. En pro-speler, jij zegt wel de hele tijd van... Het komt wel goed, het komt wel goed. Maar we hebben totaal geen idee hoe we ooit hier weggaan, toch? Of wel? Of heb jij een plan? Nou, ik heb misschien wel een paar plannetjes. Ik heb misschien wel een paar plannetjes die we kunnen proberen. Maar even terug over het huis. Ik wil er wel even bij zeggen. Gewoon even om ons ego een beetje omhoog te houden. Hè. Het feit dat het eruit ziet als een blokje... Hebben we puur gedaan om minder blokjes te gebruiken. Ja. Ja. Dit is puur om efficiënt te zijn. Niet omdat we kunnen bouwen, oké? Okay? Nee, dat klopt zeker. We kunnen natuurlijk niet al ons hout gaan verspillen voor een huis. Dus we hebben gewoon een beetje simpele constructie gebouwd die er is. Omdat we niet van plan zijn om hier weken te zitten, toch? Nee, precies. En ik denk toch ook dat we wel iets meer dan alleen dit huisje moeten hebben, als ik heel eerlijk ben. En dat wil niet zeggen dat we meer moeten hebben, maar meer zo in de zin van... als we hier een guest tegenkomen, of hem bijvoorbeeld... Auw! Oh, wat? Oh, je schrok mij. Dat was ik. Okay, sorry. Maar als we hem tegenkomen bijvoorbeeld, dan... Dan zit ik liever niet in een huisje met alleen een houten deurtje, snap je? Nee, dat is zeker waar. Dus wat is je plan? Ik ben benieuwd. Mijn plan is iets dat, waar wij wel bekend om staan, Mick. En dat is om bunkertjes te maken. Oh, je wil een geheime... één bunker. Je wil een geheime bunker bouwen. Ik wil een geheime nether bunker bouwen. Nou, dat is wel iets wat we nog nooit gedaan hebben. Ja, in principe snap ik wel waar je vandaan komt. Want ja, we hebben dus wel heel veel zeldzame spullen. Namelijk, we hebben diamonds, iron. We hebben deze ziek goede pickaxe. Jij hebt ook nog wat dure spullen, zeg maar, in je inventory. En die wil je natuurlijk wel goed beveiligen. Zeker aangezien van die guesten, zeg maar. Die kunnen gewoon een vuurbal gooien en dan zijn al onze spullen weg. Dan is half huis weg. Ja, precies. Of misschien vindt de noob of Giel opeens dit en jatten ze al onze spullen. Wel een goede reden waarom we gewoon een geheime bunker moeten. Laten we ook even zeggen. Ik bedoel, Giel heeft ons hier opgesloten. Hè? Voor alles wat wij weten. Misschien is hij hier ook gewoon en is hij gewoon ons aan het bespioneren of zo. Dat zou zeker kunnen. Ik hoop dat hij dat aan het doen is, want ik ben zo bang dat als we dadelijk terugkomen in de normale wereld, dat heel Gielstad gewoon... Ja, ik wil er niet over nadenken. Laten we beginnen aan die geheime bunker. Gaan we het gewoon hier doen dan? Gaan we gewoon hier ergens beginnen? Ja, ik zou zeggen, we doen het hier. Ik heb wel iets wat jij misschien kan doen en dan kan ik hier al een beginnetje maken. Oké. Nou, laat maar weten wat... Weet je nog die bastion? Ja. We hadden een bastion gevonden in de vorige video. Die had een heleboel bricks en dat soort dingen. En ik dacht van, oké, dat kunnen we op zich wel goed gebruiken om het een beetje te beveiligen. Oké. Dan kan ik hier alvast, want we hadden al een paar bricks ervan. Dan kan ik hier alvast een beginnetje maken. Oké, dat is een goed idee. Dan neem ik even mijn pickaxe wel mee. Dat is wel zo handig. Kijk eens aan. We moeten trouwens ook, wat ook wel handig is. Ik weet niet of jij iets van kool hebt. Of anders kunnen we ook die planks gebruiken. Nee, ik heb geen kool. Maar, voor furnace wil je zeggen. Ja, precies. Want ik heb hier nog raw pork chop. En eten is wel gewoon heel belangrijk. Oh, je kan deze planks niet gebruiken. Dat is heel jammer. Is er iets anders uit de Nether wat we kunnen gebruiken? Ik kan me niet zo 1, 2 iets bedenken. Dus ik zeg... we doen het met de vlees wat we nu hebben. Want ik heb nog een heleboel. Ik heb een geniaal idee. Ik heb echt een geniaal idee. Wacht. Oh. Je gaat echt versteld staan van mijn geniaal idee. Wacht. Kom mee. Nu voel ik mezelf de pro-speler. Oké. Ja, waarschijnlijk onder weg kom je er wel achter wat ik bedoel. Hoppakee, kijk eens aan. Dan hebben we hier lava. Ja. Dat is de beste manier om een oven aan te zetten, natuurlijk. Dat is waar, dat is zeker waar. Ja, dus op deze manier kunnen we wel een oven aanzetten. En die bucket kunnen we de hele tijd recyclen. Dus dat is top. Kijk, dat is even slim bedacht, hè? Snap je waarom ik... Dat is inderdaad slim bedacht, hè? Ja. Luister, Mick. Je hebt echt wel je kwaliteiten die er mee komen, hoor. Kijk eens aan. Hoppakee. Oké. Ik ga dan even, want ik heb nog 3 steek over, gelukkig. Ik ga even dan naar... Ik heb hier nog een paar voor je. Oh, jij hebt echt ziek veel steek blijkbaar. Oké, nou, helemaal top. Ja, dat veel. Ik ga even die stenen fixen voor jou dan. Ja, begin jij maar alvast aan de geheime bunker. Yo, tot zo. Ik ga alvast beginnen. Tot zo. Doei doei. Oké, als ik daar naartoe wil, dan moet ik via hier naar boven. Zo, hopsakee.
Hoppakee. En dan moeten we hier alsmaar rechtdoor. En als het goed is, komen we er dan. Hier moeten we rechtdoor. Zo, hoppakee. Ik begin de Nether al een beetje uit mijn hoofd te kennen. Of in ieder geval dit gebied van de Nether. Een beetje waar alles is. Kijk, als je de vorige video hebt gezien, dan snap je ook waar ik het allemaal over heb. Want daar is de dirtbrug. Kijk, en daar heb je de mooie stenen die de pro-speler bedoelt. En ik snap ook wel waarom die deze stenen wil hebben. Want ja, ze zien er ook echt wel gewoon heel cool uit. Laten we heel eerlijk zijn. Dit is zeg maar gewoon de perfecte steen voor een geheime bunker. Het is een beetje mysterieus. En dit zijn gewoon vette stenen. Dus de pro-speler heeft het gewoon goed uitgezocht. En dit zijn volgens mij ook een van de enige stenen die zowat te vinden zijn in de Nether. Dus laat ik hier gewoon even heel veel stenen van meenemen. Op deze manier hebben we dadelijk gewoon makkelijk een paar stacks. Zo, hopzakee. Deze pickaxe. Ik ben zo blij dat Giel mij heeft opgesloten met deze pickaxe. Gewoon een pickaxe. Een diamond pickaxe met efficiency 3. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Oh, wat? Oké, ondertussen val ik. Maar dat maakt niet uit, want hier is nog meer steen. Hopzakee. Daar ben ik heel erg blij mee dat ik deze pickaxe gewoon even mee heb genomen. Oké, we hebben al meer dan 2 stacks. Ik weet niet hoeveel de pro-speler wilt. Wilt die 5 stacks? Of denkt die van, hé, met 1 stack heb ik genoeg? Nou ja, ik ga maar gewoon minen. En als hij echt denkt van, yo, Mick, dit duurt veel te lang, dan zal hij me wel komen opzoeken. Hij weet tenslotte ook waar dit is. Dus dat is mooi. Misschien kom ik ondertussen dat ik dit aan het minen ben wel ook nog eens een chest tegen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Zo, hoppakee. We hebben gewoon al bijna 3 stacks. Kijk eens aan. En ja, deze chesten die zijn helaas al leeggeloot. Want blijkbaar was Giel en de noobspeler hier ook al een keer geweest. Anders hadden de pro-speler en ik heel veel goede spullen gevonden. Maar dit is wel helemaal leeggeloot. Ja, even kijken. Zo, hoppakee. We hebben zelfs nu al 3 stacks. Nou ja, ik ga gewoon heel veel verzamelen. Wie weet hoe lang we hier vastzitten. Misschien zitten we hier straks wel gewoon weken vast. Het is niet dat plan, maar je weet het maar nooit. En deze stenen, ja, die kunnen altijd handig zijn. Ik kan ook deze trappetjes gelijk meenemen. Dat is ook wel handig voor misschien iets, I don't know. Anders kunnen we ook nog altijd zelf trappetjes maken. Want we hebben echt heel veel stenen nu al. Hoppakee, deze meenemen, meenemen, meenemen. Alles nemen wij mee. Hoppakee, let's go. En hier kan ik weer even wat meer minen. Ik ben echt benieuwd wat de pro-speler ondertussen aan het doen is. Want hij maakt alvast een beginnetje. Au, een beginnetje aan de ondergrondse bunker. En het blijft de pro-speler. Dus waarschijnlijk gaat hij me weer verbazen hoe vet het eruit gaat zien. Oh, au. Hallo, pro-speler. Ik viel net naar beneden. Oké, hallo? Je bent hier. Ja, hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Hey, hallo. Yeah. Ja, ik dacht, je bent lang weg. Dus ik weet niet hoeveel je al hebt. Ik heb 4 stacks bijna. Oh, dus... 4 stacks. Ja, dat moet ik... Zou dat goed komen? Ik denk het wel, toch? Ja, ik dacht dat dat meer dan goed zou komen, nam ik aan. Maar ik kan nog wel meer regelen, hoor, als dat echt moet. Nou, ik help anders wel even snel. Help jij wel even? Is 4 stacks nog niet genoeg? Hoe grote bunker wil jij maken? Ik weet het niet. Anders moeten we dan weer heen en weer lopen. Daar heb ik ook allemaal geen zin in. Oké. Nou ja, in ieder geval, mijn diamond pickaxe zie ik trouwens. Die gaat ook wel snel kapot hiervan. Misschien, het is wel heel leuk dat het heel snel gaat met die diamond pickaxe, maar... Het gaat degene waar die heel snel kapot van gaat. Dus als je heel veel netherrack heel snel weghakt, dan gaat die heel snel kapot. Dat is misschien waardoor die zoveel kapotter is dan eerst. Oké. Kijk eens aan. Ik heb nu al... bijna 4,5 stack nu. Ja, oké. Dit moet wel genoeg zijn. Ik heb ook een stack. Zo, het is helemaal goed. En ik heb ook wat trapjes al eens meegehakt. Au. En ik val hier de hele tijd naar beneden. Jeetje. Oh jee. Ja, dat is niet goed, hè? Nee, ik ben dan zo bezig met hakken dat ik gewoon naar beneden val. Maar ja, dan hak ik nu even mezelf omhoog. En dan heb ik ook weer wat van die stenen erbij. Kijk eens aan. Hoppakee. Oké. Laten we teruggaan. Wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Ik heb een weggetje naar beneden gemaakt. En ik heb de ruimte, zeg maar, gemaakt. Ik heb nog niks moois gemaakt of zo. Okay. Dus hopelijk heb je dat niet verwacht. Nee. Maar je hebt al heel de ruimte uitgegraven. Dat is eigenlijk gewoon het stomste werk dat er is. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, inderdaad, daarom. Dus wat dat betreft heb ik jou... trouwens... Ik zou wel ook niet zeggen, een beetje steen weghakken, maar... Ja, ik wou net zeggen, ik heb ook niet echt het leukste werk wat er was. Ik moest alleen maar steen weghakken. Oké. Waar is het? Kijk, het is klaar, zie je? Ja, mooi, toch? Het is nu al heel goed verstopt. Waar is het? Het is hier in Toekie. Oké. Oh, je hebt zelfs al walletjes gemaakt. Ik heb naar beneden. Ja. Oh, ik heb daar wel helaas het hout voor... hoe heet het? Nee, ik heb gewoon de sticks kunnen gebruiken trouwens, van de netherhout. Ja, precies. Nee, dat hebben we toch onbeperkt. Oké. Kijk eens aan, dit is nice. Oké. Zal ik anders... Is het goed zo of wil je het breder hebben? Want anders kost het ook weer heel veel van dat steen, snap je? Nee, ik vind het goed. Ik zal wel even de... Oh, au, ik laat gewoon die pickaxe vallen. Ik zal wel even de vloer hier vervangen alvast. Nou, als jij de vloer weghakt, dan vervang ik het. Oké, dat kan ook. Ja, ik heb niet voor niks dit allemaal zitten hakken, hè. Hier, alsjeblieft. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Waar ben je nou? Moet je wel oppakken. Ja. Of weet je wat? Ik hak het wel weg, want jouw pickaxe die gaat...
Ja, dat kan ook. Oké. Maar nou heb jij al het steen. Gelukkig heb ik nog meer. Ja, dat is inderdaad zo hier. Oké, kijk eens aan. Nou, ik had nog wel wat hoor. Maar zo, opsta. Oh, heb jij het nou weer om opgepakt? Ja, ik gooide ook wat andere dingen erbij. Oh. Die allemaal niet nodig had. Ik wil wel andere dingen hebben ook. Ja, wil jij 17 veren hebben? Nee, die hoef ik niet. Die hoef ik niet. De dingen die ik mee heb genomen, of ja, mee heb genomen. Ik heb niks meegenomen natuurlijk. Maar de dingen die mee zijn gegaan, zijn ook echt zo nutteloos allemaal die ik heb. Oh. Gelukkig dat ik nog wel hout en zo. Dat is wel mooi dan eigenlijk. Daar ben ik inderdaad wel blij mee. Oké, dan ga ik dit zo. Hoppa. Oh, zo. Opstakee. Dit is wel teamwork hoor, pro-speler. Ja, dit gaat pluk, ja. Hoppakee. Ik moet alleen niet dubbel plaatsen. Dat maakt me alleen maar moeilijker mee. Zo. Hoppakee. Dan hebben we dadelijk gewoon onze eigen geheime bunker. Let's go. Hoppakee. Gewoon een geheime bunker in de Nether. Dat ooit nodig is. Dan weet je zeg maar dat je echt niemand meer kan vertrouwen. Ja, inderdaad. Maar eerlijk is eerlijk. Als we deze geheime bunker misschien in de toekomst kunnen of meer gebruiken, zeg maar. Het is wel veilige geheime bunker. Want wie gaat er nou een geheime bunker zoeken in de Nether? Luister, als niemand weet van ons huis hier, hè. En dan, zeg maar, we hebben de hele tijd een geheime chest in Gielstad gehad. Alleen die is dus gevonden. Ja, precies. Denk je nou echt dat Giel dit ooit gaat vinden? Ja, nee, daarom. Dit is echt de perfecte geheime bunkerplek. Maar laten we eerst... Het is alleen wel een stukje lopen, denk ik. Ja, laten we eerst proberen om überhaupt weer in de normale wereld ooit te kunnen komen. Voordat we met dit soort plantjes komen. Nou, Mick, ik had het fout. We hebben echt meer dan genoeg stonebrick. Ja, precies. Ik heb zelf ook nog wel wat over. Maar dat betekent wel dat we ook nog voor andere dingen kunnen gebruiken. Dit moet ook wel even stonebrick, denk ik. Of niet? Ja, ga jij dat even lekker doen? Ik ga alvast wat chesten pakken. Of chesten maken in ieder geval. Ja, helemaal goed. Oké, we zijn hier boven. En we kunnen gewoon met deze warped planks, die van de bomen zijn hier in de Nether, kunnen we gewoon chesten maken. Dus dat is super chill. Want dat betekent dat we niet ons normale hout hoeven te verspillen aan de chesten. Hoppakee, dat zijn er 5. Dan neem ik gewoon deze chest ook mee. Kijk eens aan. Deze chest laat ik hierboven staan. Hallo, pro-speler. Ik zet de chesten alvast beneden neer. En dan... Nee, dat is helemaal goed. Heb je nog iets nodig daar beneden, toevallig? Jij kan alvast de diamonds en alles meenemen. Die liggen daar boven in de chest. Weet je wat ik doe? Ik gooi het gewoon naar beneden. Dan kan jij het zo pakken. Hoppakee. Oh, dit nog makkelijker. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even kijken. Ik wil het wel mooi neerzetten. Dus we doen zo. En dan zo. En ook zo. Is dat? Ik weet ook niet wat ik doe. En zo. Gooi alles wat kostbaar is, gooi ik gewoon naar beneden, ja? Ja, precies. Doe dat maar. Even kijken. Dan doen we dit hier zo. Hoppakee. En alle mega kostbare spullen, die leg ik hierin. En de andere kostbare spullen, die ook wel kostbaar zijn, maar niet mega kostbaar, die leg ik wel in deze chest daar. Hoppakee. En dit kan wel een soort van troepchest worden, want je wil gewoon altijd een troepchest ergens hebben. Is die Crying Obsidian echt mega zeldzaam, of valt dat wel mee? Ik weet het niet, maar het is de enige vorm van obsidian die we hebben en die wil ik niet kwijtraken. Nee, precies. Nou ja, ik leg het dan wel in de mega kostbare chest. Hoppakee, het regent mooie items hier, zie ik zo. Kijk eens aan. Zo, je hebt gewoon weed seeds. Oh, als we nou ook water hadden, dan konden we gewoon een leuke farm buiten maken. Dan voelde het nog meer als huis, ja, maar dat kan het dus weer net niet. Want we hebben geen water, of wel? Nee, we hebben geen water. Dat was wel echt een slim idee geweest. Oh, ja, trouwens, wat zeg ik allemaal? Water kan niet eens in de Nether. Oh ja. Dat verdampt gewoon. Jeetje, dat is waar ook. soms vergeet ik het ook allemaal, jongen. Even kijken. Ja, dat zijn even van die... Dat werkt je brein gewoon even niet. Nee, precies. Ik denk dat het zo wel een beetje mooi allemaal ligt. We hebben hier een soort van kleine troepchest. Zo is het dan nice. Oh, kunnen we hier... hier is misschien leuk om één glowstone of... Ja, doe dat. Een lichtje. Dat ligt hier. Kijk eens aan. Dat doe ik dan wel. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Nou, toppie. En dan kan ik het hier ook nog zo. Hop. Weet je gelijk welke chest belangrijk is? Ja, precies. Ja, moeten mensen dat weten? Als iemand hier komt, dan looten ze toch alles. Even kijken, daarom. Ik kan hier ook nog wel zo. Boom. Dan ziet het er misschien ook nog wat leuker uit, toch? Oh ja, doe dat ook op de vloer anders. Oké, als jij dat wilt. Hoppakee. Ja, maar dan wel hieronder. Wel hieronder. Maar ik had er maar één. dan houdt het op. Ja, dan doen we lekker zo. Precies. Een beetje unsatisfying, maar maakt niet uit. Even ik kijken. Ik kom in één keer met een idee, maar dit is ook wel pas weer als ze terug in de echte wereld zijn. Dus okay. Dat duurt misschien nog even. Maar, weet je wat we de volgende keer gewoon moeten doen met die geheime kist? Nou, wat moeten we de volgende keer doen? We moeten gewoon een keer een geheime bunker maken. Mm-hmm. En dan moeten we een geheime bunker in de geheime bunker maken. Wow, een geheime bunker. Dus hier nog een geheime bunker onder. Ja, dat gaan we nou niet doen. Denk ik niet echt nodig. Maar gewoon in Gielstad ergens. Maak ergens in Gielstad een geheime bunker. Daaronder maken we nog een geheime bunker. Ja, dat is wel echt heel erg slim. Dat zie je gewoon niet aankomen. Nou, in ieder
ieder geval, laten we eerst gewoon weer eens proberen om in de normale wereld te komen. Ik denk dat ons huisje en alles wel zo goed als af is. We hebben een geheime bunker. Ja, phew. Nou is het maar even afwachten, hè? Ja, inderdaad. Het wordt even brainstormen hoe we hier wegkomen. Ja, laten we gewoon in de volgende video gaan proberen om überhaupt te ontsnappen. Dat lijkt me wel nice. Dat lijkt me inderdaad slim, ja. Wil je nou zien wat Giel allemaal aan het doen is in de normale wereld? Misschien is hij wel Gielstad aan het slopen? Ik heb geen idee. Klik dan op deze video. En je kan ook de Noobspeler bekijken. Als je dat wil zien, klik dan op deze video. Als jij weet hoe we uit de Nether kunnen komen, laat het weten in de reacties. Daar help je ons enorm mee. En dan zeg ik, Mick out.